Thank you.
De symfonie nummer 8 was dat, die met dat swingende Allegro vivace als slotdeel. Muziek van Ludwig van Beethoven, gespeeld door de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Kevin John Edusei. Tijdens dit zondagochtendconcert in het Concertgebouw in Amsterdam. En met wat eerder op de ochtend ook pianist Hannes Minnaar erbij in het 22e pianoconcert van Mozart. Dit zondagochtendconcert was vandaag niet alleen te horen via Radio 4, maar ook te zien via een webcast via nporadio4.nl. En ook dit concert, deze twee stukken, zullen in het videoarchief terechtkomen van het zondagochtendconcert. En dat is allemaal te vinden via de website hetzondagochtendconcert.nl. Ja, de Philharmonie Zuid-Nederland dus, onder leiding van Kevin John Edusei. Ik zei al eerder, Duits dirigent met een Ghanese vader. En hij heeft in Nederland gestudeerd. Ja, en dat gejuich betrof een worp van het boeket van de dirigent naar iemand in de zaal. En ik geloof dat degene voor wie die bedoeld was hem ook heeft opgevangen. Kevin John Edusei, zei ik, dirigent die ook volgend jaar in de serie het zondagochtendconcert terug zal keren. Want dan staat hij voor het Radio Philharmonisch Orkest.